Vandaag is het een bijzondere dag. Het is 15 jaar geleden dat mijn moeder overleed. En we gaan voor het eerst een lang stuk rijden. Nog niet over de snelweg. Want de afgelopen maanden heb ik natuurlijk video's laten zien dat ik een rijles had. Maar dat is een tijdje geleden dat dat weer gebeurd is. Goed, ik durf het toch gewoon niet aan om over de snelweg te gaan. Al moet ik zeggen, dit vind ik ook wel spannend hoor. Want er zijn allemaal wegen dat ik denk, oh, dan moet ik daar ook gaan rijden. En daar, want ik weet ongeveer wel de weg. Maar goed. Maar de mental support is aanwezig. Ja. Vrouwtje heeft nog geen rijbewijs, dus... Nee, pas over... Nou, als jullie dit kijken, morgen ga je afrijden. Goed. Vandaag gaan we dus naar Oud-Beierland toe, waar ik vandaan kom, Doekzwaard. Ben je nog nooit echt geweest. Vandaag, 15 jaar geleden, was een gekke dag. Om 10:30 overleed mijn moeder. Oh. En om 11:00 moeten we bij mijn vader zijn. Niet dat per se een relatie is. Is dat zo gekozen? Nee, mijn zus zei al 11:00. Maar wij komen eigenlijk nooit meer echt samen op de dag. Op de overlijdensdag. Hebben we ook nooit echt heel erg... Nou, in het begin volgens mij wel eens gedaan. Ja. Maar mijn moeder was dus altijd echt... Die reed overheen. Die wilde ook niet dat iemand anders ging rijden. En ik heb dat ergens wel een klein beetje. Want ik vind het wel heel leuk om te rijden. Maar ik vind het zo jammer dat ik zo angst heb voor het autorijden. En vandaag ga ik proberen door de Maastunnel te rijden. We hebben wat 80 wegen, wat ik ook wel spannend vind. Dus dit wordt wel wat een uitdaging. En ik ga oefenen. Ik ga alle situaties opnoemen die ik zie. Ja. Verkeerssituaties. Precies. Want ik moet meer vooruit kijken. We gaan nu echt even, want de snelweg loopt hier letterlijk naast. Naar Rotterdam toe. Hoe weet je dat? Alle smetjes. Van jou? Ja. Oh, ik heb mijn oordop in. Ja, weet ik. Op zich is dit wel een relaxte weg om te rijden. Weinig tegenliggers. We gaan de tunnel in. Even geplast en gepoept. En dit vind ik wel spannend. Lange tunnel, hè? Nog wel. Hey. Wat gedaan, carrière? Hele darmen eruit gescheten en gewoon de tunnel in gegaan. Ja, dat moest wel. Angst doet dit met je. Ik ben al 2 keer gaan plassen. In een tijdsbestek van 30 minuten. Maar ik moet nu nog een... hoe heet het? Ding is op. Een brug. Vind ik ook spannend. Maar de tunnel is wel gelukt. Ik vind dat je het heel goed doet hoor. Geen rare dingen op de weg. Ik ben toch altijd gewoon heel veilig bezig. Maar goed, zo blijf je doorgaan totdat je uiteindelijk de snelweg oprijdt. Over een ritje wat we nu 2 uur makkelijk over gaan doen. Makkelijk zelfs. Ja, we kunnen ook in 40 minuutjes. Ja joh, gewoon gebeuren toch. Mis je twee keer al een beetje. Hoe kan dat nou? We zijn pas een uur of 2 uur weg. Mis jij hem niet? Nee. Ah. Vieze. Warme liefde en vieze. We zijn nog niet 2 uur onderweg trouwens. Angsten zijn leuk. Angsten zijn leuk. Ja, ik vind het gewoon oneerlijk dat ze jou angst hebben gegeven. Niet janken, maar planken. Nou ja, mag je maar 50 toch? Oh. Laat maar dan. Kadoem, kadoem. Ja. Yeah. Het is wel een leuke brug. Ja, maar dat is gewoon mijn hoofdje. Ziet er leuk uit. Dat ziet er wel uit, weet je. Beetje een Knex. Ja. Precies. Knexbrug. Zo, een mooi huisje staan aan de andere kant. Dat is heel mooi. En, dan vind ik het wel chiller. Ik dacht dat ik je 80 over moet. Nee, maar wel snel dat ook niet. Ja, oké, dat is zo. Nou, daar ook gedaan. Goed zo. En, pontje naar? Beierland. Nieuw Beierland. Goed, nu is mijn volgende obstakel de pot. Nou, maar die vond je toch goed. We gaan rijden. Ja, gelijk. Hallo. Hi. €3,05. Top. Nee, alleen op dat blinkcontact. Nee, 95. Hey, dankjewel. Bij de mond. Dat is goed. Bijna dag. Bijna dag. Nou, we zijn er al. Ging snel, hè? Ja. We hebben wel niet door dat je überhaupt iets oversteekt. Nee. Het is ook heel snel. Het is sneller als dat verwacht. Ja, toen jij zei pontje, dacht ik, oh, we gaan echt over water heen. Ja, we gaan ook over water heen. Ja, maar het is echt heel klein. Ja, het is heel kort. Je hebt niet eens door dat je over water heen. Ja, niet eens een minuut of twee. Moet je hier een kaart mee leggen? Oh, dat zou wel kunnen. Zo, iets van het parkeren. Nee, volgens mij is het allemaal gratis parkeren geworden. Zo, we zijn er. Abila. Ja? Ja, gaan we even eerst door het centrum. Heb je hier toevallig ook een ethos? Ja, sowieso. Tenminste, ja, ethos volgens mij wel, ja. Kruidvat kan ook. Nee, ethos zit in de passage.
Ja. Een passage? Nou zat ik dus te denken om... Even een oordop uit doen hoor. Nou zat ik dus te denken om even een broodje bij de bakker te halen. Bakkerij Voordijk. Was de bakkerij de bakkerij hoor. Ja? Wel duur volgens mij geworden. Ah joh. Maar zijn ze allemaal. Zijn wij toch gewend. Oké, nou... Nu begint de dag pas echt. Hoezo? Ik heb al een heel avontuur erop zitten. Klopt wel leuk. Ja, maar... Wat mij betreft kunnen we het hier afsluiten en weer terugrijden. Oké, nou, fijne dag. Tot de volgende keer. Wat vind je ervan? Eerste indruk? Ja, fantastisch. Prachtig oord, schat. Echt? Echt vakantiegevoelens. Dus je wil hier naartoe verhuizen? Ja, ik denk het wel. Nee. Hoe duur moet dat zijn? Nou, dit is duur. Maar het ziet er wel mooi uit. Hier stond dus vroeger de Rabobank. Maar dit kan toch nooit duurder zijn dan de Binkhorst? Dus ik weet niet of het Oud-Beijerland Centrum zo duur is, hoor. Zou je eens moeten opzoeken? Kan je het doen, hè? Ik kan gewoon kijken wat de WZ waard, maar ik denk dat het allemaal koop is. Oh, dat kunnen wij niet. Ah, wat huur? Ah, nou, dan kan je gelijk checken. Het is wel mooi. Dit hebben ze echt mooi gemaakt. I don't gonna lie. Ja, dat is dat pand, maar dat is ook prima. 77 voor 1200. Ja, dat valt ook wel mee. Ja, dat is gewoon hetzelfde. Nou, kunnen we hetzelfde. Weer naar Beijerland verhuizen, schat. En 118 voor 1600. Zo, je hebt wel 4 vierkante meter. Kun je daar je winkeltje openen? Nou, ja, dus, ja, maar goed, schat. Niemand komt erheen, denk ik, voor ons. Niemand komt erheen, inderdaad. Het is ook mooi, wel een mooi pand. Mooie panden, zeg. Jeetje. Ja, dat is echt mooi. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is beschamend om te zeggen. De laatste keer dat ik hier was, was denk ik toen Rally overleden was. Ja. Volgens mij met de begrafenis. Wat heb je hier ook te zoeken verder, toch? Nou, mijn vader woont er. Oh, oké. Okay. Sorry. Word je ook echt gecorrigeerd als je de verkeerde ingang neemt? Ja, je wordt hier gecorrigeerd, maar laat maar, ik denk dat ik toch in Den Haag blijf. Wil je een bolus? Ja, lekker. We got een bolus. Den bolus, ja. Wil jij dat? Huh? Wil je proberen? Ja, tuurlijk. Ik moet wel zeggen, het is niet typisch hier hoor, want het komt eigenlijk uit Zeeland. Oh, zijn ze kleverig. Ja, zijn wel kleverig. Had je wel even mogen zeggen. Ja, toch wel, hè? 1-0 suiker. Het is een suikerbom, maar ja, volgens mij ook een soort van kaneel. En ja, ik vind het altijd wel lekker. Lekker zacht broodje. Ja, eigenlijk lekker. Is het gewoon een zacht bolletje, maar dan met suikerlaag erop. Nou ja. Maar wel lekker, hè? Het valt me op dat het heel rustig ook wel is. Zou je de bolus geven, meid? 5 donuts? Dat is. Ja. Oh ja, oké, ja. Nou ja. Dat is een goeie, daar doe ik het voor, schat. Nou, we gaan nog even het centrum zelf in. Over 3 kwartier moeten we bij mijn pa zijn, maar dat... Komt wel. Schat, ik zou je zeggen, die bramladage toen die hier kwam, wilden ze echt niet, hè? De Beijerlanders wilden dat echt maar niet. Maar dat is geweldig, Bram. Ja, er zit een brammetje. Dus we willen vanmiddag een brammetje. Nou, kijk, we gaan lunchen, toch? Ze denkt de kleinste Bram die er is. Ik vind eerlijk gezegd, een stad niet compleet zonder een Bram. Zeg het Valkenburg vibe, kijk. Ja, vind je? Ja? Met dit plein zo open. Nou, met de markt. Het is toch geen woensdag? Is het woensdag? Ja, het is woensdag. Ah, en de Gebo, dat, is onze, dat was onze snackbar. Ah, ja. En hier is Rob Geus een keer langsgekomen, want er staat nog steeds die oké-sticker. Voor de mensen die Sophie ook kijken, die we kennen dit, want Sophie die komt hier heel vaak, want die woont hier in de buurt. Die gaat altijd hier schuin achter bij de postkantoor zitten. We kunnen ook eindelijk eens al haar stekjes in het echt bekijken. De Behema en postkantoor. Passage. Toen dit open ging, dachten ze allemaal van ja, nou ja. Gaat het worden. Het is ook nooit echt iets geworden. Maar dit zit er wel sinds de opening al. En een GW. Ja, die zit er ook al sinds de opening. En de kaasboer zit er ook sinds de opening. De Cardi niet. En hier aan het einde was ik altijd te vinden. Want hier zat een verrekkertje op. Toen was ik mijn dvd's en toen ging ze op een gegeven moment ging ze een illegaal halen. Tenminste illegaal, maar dat ik niet dat mijn maat zag. Nou, nee, nee, nee. Maar mijn ma die vond het maar niks dat ik zoveel dvd's kocht. Terwijl hij degene was die het geïntroduceerd had. Van, moeten ze niet een dvd-speler op hun kamer hebben? Dan kunnen ze lekker zelf films kijken. Als goed is het de ethos hier, maar... Schat, dit is de ethos. Oh. Even voor je hooi kort, zeg maar iets. Dus heb je het warm, liefie? Nou, wel niet, ja. Sweaty. Sweaty McPatterson. Nou, dit geeft heel erg het gevoel alsof je dicht bij een strand bent. Oh, ik snap wat je bedoelt, ja. Ook met al die hoogtes en zo. Ja, oude gebouwtjes ook. Ja, dat heeft het alleen niet, hè? Strand. Nee, helemaal niet. Het heeft, nou, een strandje wel, hoor, trouwens. Daar gaan we dadelijk eten. Oké. Nou, dit is de haven, schat. Ja, leuk, hè? Mooi. Zo, nou, hoe je ervan? Ja, leuk. Hoe je laat? Echt leuk om te zien, hoor. Mijn zus wilde gaan lopen naar de plek waar we gaan eten, maar dat zie ik niet zitten. Ik denk dat ik dan al gewoon opgeef. Ja, laat dan maar zitten wat eten. Ja, dan gaan we wel onderweg wat eten, toch? We hebben even een bolusje mee. We hebben een bolus. Je vond de bolus lekker, hè? Ja, ik vond echt heel lekker. Ja, dat is echt lekker, ja. IJs ertussen had ook wel echt lekker geweest. Zo, ja. Heb je dat? Ja, volgens mij wel in...
Zeeland. Zeeland volgens mij wel. En dan doen ze ook Rome ertussen. Dus ik neem aan dat ze ook dat ertussen doen. Vind je dat een mooi getal? Ja, we hebben voor mijn pa wat mee. Dat is een thumbnail toch? Ik hoop dat het lekker is. AB-test. Maar dit was de school waar ik heen ging vroeger. Maar dat is wel echt lekker dichtbij. Ging je in de middag gewoon lekker naar huis? Ja. Geweldig toch? Maar toen ik eenmaal wat later... Ja, maar hier, kijk. Ze hebben de tralies ook opgedaan. Zo. Waarom dan? Nou, omdat er allemaal jonge hangjongeren waren die er drugs en zo neerlegden. Hier? Ja, ze hadden hier ook bosjes, die hebben ze gekapt. En nu zit er allemaal hike omheen, maar vroeger niet. En daar heb ik wel eens een keer een drugspuit gevonden. Ja, serieus. Ja, dat is serieus. Een plek? Ja, gek hè? Bij je school? Ja. Goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen. We hadden geen airco in onze slaapkamers. Nee. Veerle, het werd warm hè, in onze slaapkamers. Ja. Ja. Jelena vroeg het zich net af. Ja, toch wel een mooi plekje waar ze uitgestrooid is, toch schat? Ja, heel mooi. Maar dat is 14 jaar geleden, toch? Dat was een jaar nadat ze overleden was. Ja, dat is een hele tijd niet. Ja. In een... Soms zei van, oh, er is een jaar. Oké, dus... Je moet hem niet op drive zetten. Dat kan je niet. Je moet hem niet op drive zetten gelijk. Nee. Maar wel gek hè, dat het 15 jaar geleden is, dat ja. Mijn mama... Ik kan er ook nog niet echt over uit. Toen we net stonden dacht ik, oh ja. Dus 15 jaar geleden kan er gewoon niet met mijn... Ja, ik sta daar dan zo en denk van, ja, misschien is het heel raar, maar ik vraag me af waarom ik zie staan. Ah, had ik ook wel een klein beetje Oké. Je dacht ook van, oké. Nou ja, dit is het idee toch, uiteindelijk. Ja, jullie willen het graag hierheen. Ja, op zich, na 15 jaar mogen we wel gewoon, misschien, je hoeft niet eens per se eraan te denken, maar je toch even bij elkaar komen is gewoon goed. Mm-hmm. Ja. Ja. Dus dat dacht, dat was eigenlijk... Ik zie veel elke week. Dus. Ja, maar mij zie je niet. Nee, dat is waar. Dus dacht, en we komen eigenlijk nooit bij elkaar, behalve met kerst. Dus ik dacht, nou ja, op zich ja. Is het wel een mooie reden, denk ik. Ja, vond je de cappuccino goed? Ja, die was heel goed. Oké. Dat is mooi. Heel goed, hè? Ook qua schuim bovenop. Ah ja, ah ja. Dat is meestal op de melk en dat is net goed. Nee, dat snap ik wel. Nou, de carpaccio was ook lekker. Ze mogen deze meenemen. Ja, als had ik niet naar beneden gehaald, hè? Nou, weggooien zou ik nooit doen. Ik zou hem dan wel gewoon ergens gewoon aanbieden. Kringloop of ja, gewoon of online of zo. Nee, dat is, ik zou het nooit ding is toch een echte? Niet? Nee, het is een, nee, het is nou. Net iets. Dat maar, is echt. Kijk, van die Wallace & Gromit heeft die ook, van die beeldjes. Dat is wel gezellig. Ja, leuk hè? Ja, maar jou een stuk toch? Hè? De groetjes. Nou, dat is lelijk. Nee, dag allemaal. Dag allemaal. Nou, let's go. Ik ben ook weer in een bijland geweest een keer. Ja. En een leuk presentje meegenomen. Echt heel leuk, ja. Hij is wel heel tof. Ik heb wel vaak als ik daar dingen zit staren, ja. Andermans huizen, dat ik ze meekrijg aan het einde van de dag. Ja, het is helemaal, het is echt een beeldhouwwerk dit. Ja, niet laten mooi. Vallen. Ja. Dus die krijgt een mooi plekje in ons huis. Die stond echt, die heb ik, nou al heel mijn leven staat die in het huis. Maar ik vond hem ook altijd heel grappig. Bij recht wel echt een roadtrip, hè? Ja, dat is wel leuk. Eten was trouwens op zich wel lekker. Ja, prima. Ja, dat is best koffie prima. Koffie was lekker. Nou, dat is altijd een groot gewin, toch? Als de koffie goed is. Ja, sowieso. Nice. Maar wil je richting huis dan? Ja, is goed, toch? Wil je gewoon richting huis? Ja. Oké. Of is het slechte tijd om te gaan rijden? Nee, ja, het is 2:30. Nee. Maar niet per se. We kunnen ook in Rotterdam nog even ergens wat eten. Dan, ja, ook goed. In Delft. Risen from the dead. Ja, we hebben net veel spanning gehad, hè? Zo, er waren wel wat momenten dat ik even dacht, waarom heb ik dit gedaan? Maar goed, ik heb het wel gedaan. En ik vind, en echt als je angsten aangaat, moet je jezelf trakteren. Dus we gaan lekker wat eten. Dat helpt wel. Nou ja, ik moet zeggen, over 2 weken moet ik naar Utrecht rijden. En dan denk ik ook, wat doe ik mezelf aan? Maar, aan de andere kant, elke keer als je het doet, is goed. Wat het rare is, ik heb dus... tunnel en angst voor over bruggen heen te gaan. Maar niet altijd. Ik heb het soms wel, ik heb het soms niet.
Want vanochtend dacht ik, misschien ook omdat ik wat vermoeider was net of zo. Ja, zei ik tegen jou. Het is een soort van speciale dag natuurlijk, herdenk ik van je moeder, dus dat is wel een beetje beladen. Ja. Dan ga je met z'n allen lunchen en het is nog ook een snikhik. De omstandigheden waren niet perfect voor het aangaan van de angsten. Nee, maar goed, we staan nu in een parkeergarage in Delft. We gaan eventjes naar een van onze favoriete stekjes toe. Hopen dat ze plek hebben. En dan gaan we daar even op een terrasje zitten, een drankje erbij, een bouwbunnetje erbij en genieten van het leven dat we het leven hebben. Ja, ik moet wel zeggen, dus we zijn er vandaag heen gegaan naar dat van mijn ma en ik vond het op zich wel fijn om te doen, maar ik dacht ook van ja, ik weet niet of ik hier nou echt iets mee heb. Ik hou echt van plekken waar ze gewoon gelijk al met water aankomen. Water. We zijn trouwens hier vaker geweest in vlogs. Oh, lekker zout, schat. Ik moet zeggen dat nu dus dat ik heb gereden, nu ik daar klaar mee ben en in Delft ben, denk ik, oh, nu heb ik echt trek. Nu gaat de dag beginnen. Mijn droom is echt om naar Frankrijk te rijden. Dat wil ik heel graag. Maar echt, die paniek die tot me komt als ik de snelweg maar al zie. Maar goed, ik ga eraan werken met de rijinstructeur. Komende zomer zal het wel wat rustiger bij hem zijn, hoop ik. En ik heb alle tijd. Ik twijfel er soms nu wel de laatste tijd over, hoor, of het me gaat lukken. Of je ooit nog spanningloos gaat rijden. Ja, nou, heb spanningloos. Heb je momenten dat het wel spanningloos gaat? Ja. Ik had op zich de eerste heenweg en viel wel mee met spanning. Ja. Maar terug. Maar ik denk ook omdat ik echt moe was. Ja. Dat zoveel energie heeft gekost. Zo gek is dat niet, toch? Nee. Maar heel veel mensen zeggen van ja, moet gewoon gaan. Maar... Ja, het is wel gewoon gaan, maar het kan ook gewoon wat langer duren. Ja, dat is het zijn wel. Allemaal stapjes. Het is niet gewoon gaan, dan moet je het binnen een dag overwonnen hebben. Ja, maar soms denk ik wel eens, oh, misschien zou ik nu wel de snelweg op durven draaien. En dan denk ik aan die gedachten en dan bevries ik gewoon. Nu gaat eigenlijk heel de dag, heb ik eigenlijk weinig over mijn moeder nagedacht. Alleen maar over hoe moet rijden vandaag. Ja. Op zich wel een goede strategie. Gisteren voelde ik eventjes dat ik dacht, oh ja, vandaag alweer 15 jaar. Mm-hmm. Maar ik denk ook van ja, je moet het leven gewoon vieren uiteindelijk, toch? Ja. En je kunt het leven niet vieren als je je daad tegenhouden van allemaal angsten. Ja. Allerlei ja. angsten. Ja, dat is waar. Je moet ook altijd blijven nagaan of het iets is wat je heel graag wil. Ja. Dan maakt het echt makkelijker als je het aangaat. Dat is waar. Jongens, pita met hummus. Ik had wel iets meer pita verwacht. Mag ik dat zeggen? Ja. Moet ik nog wel zeggen? Ja, dip maar mee. Oh. Nee, die ga je wel lekker vinden. Ja? Ja. Oh, wel eens lekker zacht brood trouwens. Ja. Mm. Ja, is wel goed, hè? Die chutney erop zit, lijkt een soort van curry. Ik had dus helemaal geen trek vandaag eigenlijk. Tot nu denk ik echt van, ah, geef me al het eten. Verschillende plekken. Ja. Je bent vaak toch net niet. Deze heerlijk zacht. Maar best is ons ook bij hun. Bijzonder wel. Zo, daar ben ik opeens. Moet ik een break anders? Nee, ik neem deze wel. Een bijzondere smaak. Goeie combi wel? Ja. Beetje kazig. Blijft wel een van de favoriete tankjes hier in de buurt. Ik ben dus heel onhandig. Dus bij dit soort tafels waar we nu op zitten, stoot ik altijd op mijn knieën. Dit is crispy chicken? Denk het. Zo ziet er ook wel heel bijzonder uit. Zin in. Ook lekker? Mm-hmm. Naar krokante kip. Met teriyaki. Oh, oké. Cheers to our weekend. Starts at Monday. Ends at Friday. Huh? Oh, hij is gewoon heel zoet. Oh ja. Heerlijk. Wat is dat eigenlijk op? Dus komkommer of zo. Dat is wel heel lekker. Nou, het is wel pittig ook. Ja? Vooral mee toch? Nou, ik vind het wel licht pittig. Afgezien van de bouwbund die we normaal nemen, dit is ook echt een aanrader. Maar omdat het zo warm is, heb ik ineens heel veel zin in het heel zoet. Ja? Ja, denk ineens van, oh, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Terwijl normaal zou ik dan zeggen van, nou, mag iets minder siroop in. Ah, het mag ook wel iets minder toch? Nou, ik zou eigenlijk nog een betere food reviewer willen worden. Ja? Maar dan wil ik eigenlijk in de leer bij een echte food reviewer. Wie is dat dan? Ja, gewoon van die recensenten die in de kranten schrijven. Oh ja, maar doen die niet vaak van die, erwtenpuree zaken? De vraag is, wanneer ben je echt een reviewer? Wanneer mensen je serieus nemen. Ja, maar... Daar komt Almeer binnen. Die is wel kritisch hoor. Ik denk dat mensen wel me serieus nemen, maar ik voel mezelf niet iemand die... Die hoeft niet... Ja, ik zeg gewoon altijd eerlijk wat ik van iets vind. Ik ben hier eigenlijk een beetje ingerold met dat food bezig zijn, omdat ik het leuk vind om met eten bezig te zijn. Ja. Maar ik vind het altijd wel lastig om in te schatten wanneer, ja,
Nemen mensen het serieus wat ik zeg? Kijk, ik zeg wel wat ik voor iets van iets vind, maar het is zo smaakgerelateerd of je iets lekker vindt of niet. Kijk, sommige dingen zijn gewoon slechte kwaliteit. Dat kan je natuurlijk, kan iedereen wel zien, kan iedereen ook wel voelen. Ik ben geen culinair hoogstaande gozer. Nee, maar dat soort restaurants doe je ook niet echt beoordelen. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar dan moet je misschien wat meer kennis van hebben van wat verschillende smaken. Precies dat, inderdaad. Misschien moet ik meer kennis opdoen over smaken. Ik denk dat je daardoor ook inderdaad, je zou natuurlijk kunnen gaan koken. Ja. En ook wat meer dingen moeten gaan proberen. Verschillende dingen uitproberen qua smaak die goed bij elkaar passen. Ja, zodat je het beter ook leert. Ja. Kijk, je hebt een bepaald publiek voor dat soort eten. Ik vind helemaal niks. Iedereen is publiek niet. Nee, ik vind... Nou, dat weet je niet, hè? Misschien dat je sommige smaken die je helemaal niet kent, dat je het niet weet. Nee, gewoon. Maar ik vind dat geëxperimenteer van eten, ik vind vaak de basic dingen wel echt lekkerst. Ik ben wel benieuwd. Ik zou wel eens een keer in een keuken willen werken. Gewoon een dag. Een keer, het moet echt je passie zijn. Misschien dat je het dan niet zo erg vindt dat het wat... Uiteindelijk is al het werk herhaaldelijk, toch? Hoeveel van die kipstukken heb jij op? Want ik had twee. Er twee op. Oh, jij ook. Maar goed, wat wil je hiermee zeggen? Ik ben dankbaar voor iedereen die kijkt. Want daardoor kan ik dingen doen die ik graag wil doen. Ik ben wel heel erg benieuwd. Sinds wanneer kijk je video's? Ik weet dat er heel veel mensen zijn die de vlogs kijken die echt 10 jaar denken kijken. Maar ik ben wel benieuwd wat jouw eerste video of wat jouw eerste herinnering is aan Vet Gezellig. Mag van alles zijn, maakt mij niet uit. Maar ik ben wel benieuwd. Ik denk die ene van Take These Broken Wings. Wat is je eerste herinnering? Nee, toen ik instapte bij Vet Gezellig, was je break-up. Zo, we zijn er weer. Zijn we hoor. Frikkie. Hey liefie. Ben je blij dat we er weer zijn? Ja, trilt als een gek. Het is hier 25 graden, dat valt me mee. Nu is de vraag. Ja, denk even op de kast. Waar gaat die bad boy? Aaste Guilaine al een tijdje op. Dat mag ook opgestopt worden. Oh jongens, wat een dag was dit zeg. Holy shit. En als je nu zou zeggen van het is Groundhog Day, ik moet nog een keer gaan rijden, dan zou ik denken van nou, laat maar zitten. Wat ik dus echt geweldig vind als je ouder bent, dat je gewoon zelf mag bepalen wat je eet. Dat is zo geweldig. Ja, maar dat is toch geweldig? Dat maakt, weet je, ja, jullie kunnen gaan zeuren van, ja, jullie eten wel veel slechte dingen. Dat kan. Maar ja, daar kies ik zelf voor dat jullie er maar af kunnen maken ervoor. Maar voor de rest, er is niemand die zegt, vroeger was het nog wel eens mijn moeder die zei van, nou, zou je dat wel doen? Nou, ik was vandaag de airco aan, ik heb zo'n last van mijn oren. Eén oor doet gewoon pijn. En ik dacht eigenlijk dat het aan mijn earpods lag. Freekie, niet doen, liefie. Kijk, dat gebeurt er met Freek. Dat gebeurt er met Freek. En hij is niet zo lang alleen geweest. Het valt nog best mee. We gaan hiervan genieten en tot volgende week. Of zo. Of woensdag. Misschien bij de podcast. Ik weet nog niet. Komt er een podcast volgende week? Ik weet het nog niet. We zien het wel. Tot volgende week.